paella met chorizo en met garnalen. En daar heb je voor nodig gele rijst, chorizo, hele grote zak reuze garnalen, lekker wat trostomaten, diepvries tuinerwten, een citroen en een kippenbouillonblokje. En we beginnen met het ontdooien van de garnalen. Doe je mee? Ik heb hier van die hele mooie, super lekkere grote reuze garnalen. En die komen natuurlijk uit de diepvries. Dus die ga ik zo meteen eventjes ontdooien. Wat ik doe is een vergiet pakken of een zeef. En een grote kom. Waar die in past. En dan ga ik deze ontdooien onder stromend water. En deze moeten we strakjes nog wel gaan pellen. Maar dat doe je altijd onder koud water. Want als je ze onder warm water zou ontdooien, dan zouden ze natuurlijk garen en dat wil je niet. Dus laat ze eventjes lekker goed onder de stromende kraan. Ik zet er een kom onder, zodat hij ook aan de onderkant snel in het water terechtkomt. Maar je wil hem natuurlijk niet in je spoelbak zetten. Dat is natuurlijk niet zo heel hygiënisch. Nou, ik laat dat nog heel even rustig zo doorlopen. Dan zet ik een pan water op. 500 milliliter. En dan ga ik die op het vuur aan de kook brengen. Dan doe ik dat even lekker met een deksel, dan gaat het wat sneller. Dan gaan we zo meteen dus de kippenbouillon in oplossen. Ga eens even kijken hoe het met de garnalen gaat. Nou, dat moet je nagaan hoe supersnel dat gaat. En helemaal als je het dus in zo'n zeef zet. Ze zijn er al bijna. Nou, eventjes goed laten uitlekken. En ik wil ze altijd wel een beetje droog deppen. Dus dat doe ik gewoon met wat keukenpapier. Dan gaan we ze zo meteen pellen. Maar ik laat ze eerst even goed uitlekken in het vergiet. En dan hebben we chorizo, want we maken vandaag paella lekker met garnalen, maar ook met chorizo. En chorizo is natuurlijk echt een smaakbom. Chorizo is natuurlijk een gedroogde worst, die ken je waarschijnlijk wel. Er zitten heel veel specerijen in. Maar de hoofdbestanddelen zijn denk ik toch wel paprika poeder en knoflook. Dat ga je zo ook proeven en ruiken. En deze snij ik in blokjes. Maar er zit natuurlijk altijd zo'n velletje omheen, dus dat moet je er wel even afhalen. Dat kun je gewoon heel makkelijk met je handen doen. Zo. Hou er nog een klein stukje over. Deze kan weer terug in de koeling. Is lekker voor het weekend bij de borrel. Dan gaat de chorizo in blokjes. En wat je misschien ook even kan doen, dat doe ik ook, is vast even het vuur onder je pan aanzetten. En dan niet te hoog. Middelhoog zou ik doen. En laat hem maar even lekker warm worden. Want dan zometeen, als je dan de chorizo in de pan bakt, dan gaat dat lekker een beetje knasperig worden. Maar komen ook al die smaken dus vrij uit de chorizo. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dit is wel altijd het moment dat ik streng voor mezelf moet zijn. Als ik dit soort ingrediënten snij, heb ik altijd heel erg de neiging om heel veel hapjes te nemen. En dat er dan gewoon veel te weinig overblijft. Dus of je snijdt de hele worst op en eet een deel, kan natuurlijk ook. Of je houdt hem netjes voor het weekend. Mooie kleine dobbelsteentjes. Je ziet het ook, meteen rode handen. Dat is natuurlijk het paprikapoeder. Dan ga ik de chorizo aanbakken in deze mooie pan. Dat doe ik in een klein beetje olijfolie. En je zou denken, er zit al een hoop vet in die worst. En dat is ook zo. Maar doordat je
wat olie in de pan verwarmt, gaat het ook wat makkelijker, mooi knasperig worden en crispy. En dan brandt hij ook niet zo snel aan. Dus ik laat die olie even warm worden. Dan gaat de chorizo in de olijfolie. En doe dit ook niet op te hoog vuur. Want je wil hem wel knapperig bakken. Maar moet ook weer niet verbranden. Want dat gebeurt wel snel door al het vet wat erin zit. En dan ga ik deze eens even rustig een beetje opbakken. Dan zie ik ook dat bij mij het water kookt. En dat water, daar ga ik een bouillonblokje in oplossen. We hebben vandaag kippenbouillon. En als je het gevoel hebt dat die te snel kookt, want dat heb ik namelijk, dat er al best wel wat verdampt is. Ik giet er gewoon nog een klein beetje water bij. Ik heb hier een maatbekertje. Want het moet natuurlijk wel 500 milliliter zijn, anders krijg je straks die paella niet gaar. Kijk, dit is wat ik bedoelde. Nu, terwijl je die chorizo dus verwarmt, komt er dus langzaam wat rood. Dat, die specerijen zijn dat dus uit die chorizo. En dat trekt dus lekker in die olie. En die gaat zo meteen die paella echt heel lekker op smaak brengen. En in de officiële paella hoort geen chorizo. Daar is ook nog wel eens een hele discussie over geweest, herinner ik me. Andere koks die ook zeiden op tv-paella te maken met chorizo. En allemaal Spanjaarden die boos werden. Maar ja, Spanjaarden zijn natuurlijk wat dat betreft net Italianen. Die worden meteen hartstikke kwaad als je iets verkeerd zegt over het gerecht. Want wat is dat belangrijk voor ze? En eigenlijk vind ik dat wel heel erg tof. Dat mis ik wel een beetje hoor, hier in Nederland. Een beetje zo die mening over eten. Wij vinden het allemaal al gauw wel best. En in Italië en ook in Spanje hoor je ze gewoon echt ruzie maken over wie het lekkerste gerecht heeft gemaakt. Of uit welke streek het komt. Of dat paella wel of niet met chorizo gemaakt moet worden. Ik vind het gewoon lekker, dus ik doe het vandaag lekker wel. En dit laat ik nog eventjes rustig een beetje zo doorbakken. Roer ik eventjes met een spatel door de kippenbouillon heen. Zodat die bouillon wel even goed oplost. Heel klein beetje aan de kook brengen nog. Kijk eens eventjes. Hij begint langzaam een beetje bruin te bakken. En je wil hem ook weer niet te droog bakken. Hij moet wel ook lekker sappig blijven. Dan gaat de gele rijst erbij. En dit is rijst die gekleurd is met curcuma. Zo is hij geel geworden, geelwortel. Dat is een manier om rijst geel te krijgen. Je kan hem ook met saffraan natuurlijk geel maken. In de officiële paella doen ze het ook met saffraan. Maar saffraan is natuurlijk behoorlijk prijzig. Saffraan is namelijk, dat zijn de stampertjes van de krokussen. En niet gewoon de krokussen uit de tuin hoor. Dat zijn wel speciale krokussen. Maar moet je je voorstellen, al die stampertjes, die moeten ze dan uit die krokussen frunniken. En daarom is saffraan dus ook zo duur. Dus een andere manier om het te doen is met curcuma. Geeft wel ook net even een andere smaak. Maar hij wordt er wel prachtig geel van. Nou, die rijst die pak ik even glazig. Het is misschien hetzelfde als met risotto. Het is een rijstsoort die behoorlijk wat vocht opneemt. Hij is wat korter. Hij is wat boller. Een beetje zoals risotto rijst dat ook is. En zometeen gaat die bouillon daarbij. En die zuigt zich dan langzaam vol die rijstkorrel. En dan krijg je dus die perfecte paella. Die wel lekker romig is, maar ook weer niet droog. En het moet natuurlijk ook geen pap worden. Dus door het roeren in die rijst, bak je die korrel in dat lekkere vet van die chorizo. En blijf even die pan in beweging houden. Want het brandt ook wel snel aan. En dan giet ik de bouillon op de rijst. Is dat heet? Ja, dat is heet.
En dan zet ik, zodra de bouillon op de rijst zit, het vuur laag. En dan ga ik hem op heel laag vuur. Echt in mijn geval op standje 2, 3, moet even kijken. Langzaam laat ik die rijst dan gaar koken in de bouillon. En bij risotto is het natuurlijk zo van dat je de hele tijd gaat roeren. Dat doe je bij paella niet. Die laat je gewoon eigenlijk wel met rust. De afmetingen wat dat betreft zijn goed. Dus we gaan verder met snijden. Laten we die even doorpruttelen. Ik begin met deze tomaten. Die spoel ik even af. En de tomaten snij ik in redelijk grove blokjes. Even allemaal halveren. Dan kunnen de kroontjes eruit. En die tomaten die roeren we dan straks pas door de paella heen. Ik wil gewoon even alles klaarzetten. Want paella is natuurlijk met name de smaak van de rijst met lekker wat verse groenten erdoorheen. En vaak wordt die uiteindelijk nog afgemaakt met vandaag dus garnalen. Maar er zitten soms ook wel eens kippenpootjes op. Lekker nog wat verse kruiden, wat lekkere frisse parten citroen. Het is een echt kleurrijk feestje. Maar dan wil je wel dat alles klaar staat. Goed, de kroontjes. Dan halveer ik elke helft. En die part halveer ik dan weer door mijn kwartslag te draaien. Dus redelijk grove stukken. Dat is ook wel lekker, die paella. Je mag echt wel een beetje bite hebben. Ik gebruik vandaag lekkere trostomaten. Die zijn natuurlijk vaak wat zoeter van smaak. En dat komt omdat ze doorrijpen aan de tros. Dus ik ben zelf altijd wel fan van trostomaten. Omdat ik niet heel erg hou van waterbommetjes. Maar wel van smaakvolle tomaten. Even kijken of hier het vuur niet een klein tikkeltje hoger moet. Kijk. Je ziet nu dat hij licht aan het borrelen is. Dat betekent dat hij eigenlijk net tegen de kook aan zit. En dat is wat je wil. Zo wil je hem rustig laten doorpruttelen. Tomaten gaan in een kom, want die hebben we straks pas nodig. Zo. En dan hadden we natuurlijk de ontdooide garnalen. Die zijn als het goed is nu mooi uitgelekt. Deze ga ik even pellen, want dat moet wel nog gebeuren. Ik zet vast een kom klaar waar ik de schillen in kan doen. Doe dat eventjes met schone handen. En pak ook even een klein mesje erbij, een scherp mesje. En met dat scherpe mesje moet je namelijk het darmkanaal eruit snijden. Maar je pelt ze eigenlijk eerst. Je pelt het schilletje er zo vanaf. Je ziet hoe makkelijk dat gaat. Dan kun je het staartje of laten zitten of eraf halen. En met het scherpe mesje snij je dan langs dat zwarte strengetje. Dat is het darmkanaal. En dan kun je hem er zo eigenlijk uittrekken. Die moet je wel verwijderen. Dat is niet zo lekker. Dit is natuurlijk een heel spectaculair, gezellig familiegerecht. Misschien heb je wel vrienden over de vloer dit weekend. En dan wil je natuurlijk je tafel mooi dekken. En hoe je dat precies doet, dat gaat Jolien je vertellen. Altijd weer hetzelfde liedje, bordje, pannetje en glaasje. Tijd voor nieuwe inspiratie op tafel. En dan bedoel ik niet het eten. Stylist Jolien laat zien hoe je zonder je maandsalaris te spenderen aan een heel nieuw servies een indrukwekkende tafel kunt maken. Als vrienden komen eten vind ik het super leuk om uit te pakken en dan ook vooral met de tafeldecoratie. Ik hou er echt heel erg van om items her te gebruiken en creatief mee om te gaan, zodat je steeds weer een verrassend geheel op tafel kan zetten.
Er zijn twee trends die ik ga gebruiken als haakje voor het styling van de eettafel. De eerste trend is een natuurlijke trend. Dat zie je heel veel terugkomen in het interieur. Daarmee gebruik je veel materialen uit de natuur. Neutrale tinten en veel groen. Met deze ingrediënten ga ik een fris gedekte inspiratietafel maken, waarin je eten wat je serveert echt nog lekkerder naar voren gaat komen. Als basis gebruiken we een wit papieren tafelkleed. We zijn met z'n zessen, dus ik gebruik 6 placemats van zeegras voor natuurlijk gevoel. De eerste stylingtip is dat je veel met laagjes kan werken. Je begint dus met een placement, daarop zet je een groter bord, dan weer een kleiner bord. Daarin kan je natuurlijk variëren met kleur en groottes. Voor deze gelegenheid maken we gebruik van een blad. Past mooi natuurlijk binnen het thema. Daaroverheen kan je een transparant bordje zetten. Wat een superleuk effect geeft als je hier je eten op presenteert. En dan maak je hem mooi af met een servet. Maar je kan ook heel goed deze leuke met palmprint gebruiken. Lege flessen verdwijnen doorgaans in de glasbak. Maar kun je heel goed gebruiken voor iets anders. Met heet water en een beetje wasbenzine kun je de etiketten losweken. Hoe meer flessen, hoe beter. In een aantal flessen steken we groen en bloemetjes. In de andere doen we kaarsen. Die zetten we allemaal in het midden van de tafel om een lekker statement te maken. Het resultaat is een feestelijke tafel met rustige tinten. Maar ben je zelf meer een kleurliefhebber? Dan weet Jolien ook daar raad mee. Roodtinten zijn helemaal hot op het moment. Van bordeauxrood naar terracotta, lichtroze. Alle tinten komen voorbij. En daarom gaan we de tweede inspiratietafel helemaal rood maken. Een deel van de items die we net hebben gebruikt, gaan we opnieuw gebruiken. En ik ga je laten zien hoe je daarmee weer een hele nieuwe sfeer kunt neerzetten. Met een spuitbus kun je makkelijk en snel een item van kleur en uiterlijk veranderen. Dit was hem. En dit is een voordeel. We gaan weer stapelen. Dit keer een rode variant. Die heb ik gewoon heel eenvoudig gespoten. En daarop servies van mijn overgrootouders. Niet alleen de placemats krijgen een nieuwe look, maar ook de wijnflessen ontkomen niet aan de spuitbus. Met de wijnfles in een nieuw jasje ziet de tafel er echt weer heel anders uit. En om nog meer shades of red toe te voegen, weer mooie bloemetjes en kaarsen. De roodtinten kun je natuurlijk ook terug laten komen in je eten en in je drinken. Als finishing touch is het heel leuk om een persoonlijke boodschap te maken voor je gasten of misschien het minuutje wat je mooi op het bordje kan leggen om het af te maken. Een heel andere tafel met vrijwel dezelfde items die je iedere keer aan het thema van je tafel kunt aanpassen. Gezellige avond. Zo, zij mag ook wel een keer bij mij de tafel komen opdekken, want wij gooien altijd gewoon een pan op tafel. Ziet er leuk uit. Garnalen zijn gepeld. Paella is ook lekker langzaam aan het gaar pruttelen. Ik schep de tomaten er doorheen. En nu mag ik er dus wel even aankomen. Roer ik het even om. Zet het vuur ietsjes hoger. Je ziet het, hè? Die korrel die is dus langzaam aan het opzwellen. Die neemt de bouillon op. Die neemt die heerlijke chorizo-olie op. Die neemt nu natuurlijk ook het vocht van de tomaten op. Als je nou het gevoel hebt dat die echt te droog is gekookt, omdat je het vuur toch stiekem te hard hebt gezet, dan kun je er altijd een klein scheutje water bij doen. Maar pas op dat het niet te veel is. Want dat verdampt ook weer niet zo heel erg makkelijk. Het moet natuurlijk op laag vuur blijven. Ja, en ik kreeg via jumbo.com/wateten we de volgende kookvraag binnen. Dat ging over dat onwijs lekkere krokante korstje wat onderin een paella zit. Als je in Spanje bent geweest, dan weet je wat ik bedoel. En er werd gevraagd hoe je aan dat krokante korstje komt. Nou, dat krokante korstje heeft een naam. En dat heet in Spanje de socarrat. Echt, vergeef me als ik het verkeerd uitspreek, Spaanse mensen. Maar hoe doen ze dat nou? En ik heb het uitgezocht. En wat blijkt dus nou? Je kunt het dus horen en ruiken. Dus wat doe je? Je moet goed ruiken of de pan of de paella lekker net niet aangebrand ruikt, want dat is natuurlijk nog een hele subtiele lijn. En je hoort op een gegeven moment de rijst knetteren.
Dus we gaan het zien zo meteen. Ik zet het vuur gewoon stiekem een klein tikje hoger. En als het goed is, gaat de pan dus zo meteen met mij communiceren. We gaan het zien. Terwijl dit nog even doorpruttelt, ga ik vast de citroen schoonboenen. Die gaan we namelijk strakjes in parten snijden. En ik pak er een koekenpan bij, waar ik de garnalen in ga bakken. En dat doe ik in een beetje olijfolie. Laat je die olie even goed heet worden. En bij olijfolie is het moment dat je weet dat die olie heet genoeg is. Vooral als je extra vierge gebruikt, want die wil je natuurlijk niet te heet verhitten. Het moment dat je hem gaat ruiken. Dan ruik je een soort walm in de keuken van olijfolie. En dan weet je, hij is heet genoeg. Bij zonnebloemolie kun je er natuurlijk ook een stukje ingooien. En als het echt gaat sissen, maar zo hard wil je hem niet laten gaan, die olijfolie. Maar we gaan Spaans koken, dus we verzuipen de boel in olijfolie, zoals Spanjaarden dat ook doen. Even kijken hoe het bij de paella gaat. Laat die olie even heet worden, snij ik de citroen in parten. Die gaan we er straks mooi insteken. Dus ik snij hem in achten. En doe je tafelgenoten een lol. Snij even dat witte vliesje uit de citroen. Als ze hem dan namelijk fijn knijpen, blijft het lekker binnen de schil en niet op de kleren of in de ogen. Ligt dit ook klaar? Zo, pitjes kunnen er ook nog wel een beetje uit. De paella pruttelt. Ik ruik de olijfolie. Garnalen kunnen erin. Oh, er zit nog een velletje. En mijn garnalen, die zijn natuurlijk grijs als ze rauw en ongepeld zijn. Op een gegeven moment trekt de roze kleur er doorheen. En als ze dan de mooie roze kleur hebben, weet je dat zalmroze, dan weet je dat ze gaar zijn. Je moet ze namelijk ook niet te lang bakken, want dan kunnen ze ook snel droog worden. Dat is ook jammer, want het zijn zulke lekkere beesten. Hallo? Hij knettert nog niet. We zijn er nog niet. Nou, laat ik nog even doorbakken. Ik heb hier tuinerwten. Dat zijn gewoon diepvriestuinerwten. Die gaan er doorheen. En diepvriestuinerwten, die zijn vaak al voorgekookt voordat ze worden ingevroren. Dus die hoef je eigenlijk alleen maar even kort mee te verwarmen. En we doen extra veel ertjes, want we willen natuurlijk toch een beetje groente voor het weekend. Lekker wat gezond naar binnen terwijl je heerlijk zit te eten. Het geeft meteen ook heel mooi kleur aan het gerecht. Oké, en nu ga ik er echt vanaf blijven. Nu ga ik het korstje krokant laten worden. Tot straks. Terug naar de garnalen. Kijk, keer ze gewoon even een keertje om. Nou, vandaag de surf and turf, oftewel vis en vlees in één gerecht. Garnalen, dat is surf van op de zee. Turf, dat is natuurlijk de chorizo. Maar maandag, na het weekend, ga ik vegetarisch koken. Probeer ik op maandag eigenlijk altijd te doen binnen dit programma. En we maken heerlijke groente fajita's met vegetarisch gehakt. En dat vegetarisch gehakt, geloof me, dat is heel erg smaakvol. Lekker gekruid al. Is al gaar, dus dat hoef je alleen maar mee te verwarmen. Maar ik zou zeggen, haal al die boodschappen in huis. Bestel ze desnoods het weekend online. En ga maandag om 4:50 met mij meekoken. Want echt waar,
Zo denk je meteen, zo is het hartstikke lekker. Je proeft bijna het verschil niet met gehakt. Kijk eens even hoe mooi die garnaaltjes aan het bakken zijn. Ik breng ze op smaak met nog een klein beetje peper. Een heel klein snufje zout. Dan zet ik het vuur eronder uit, want ze warmen in die pan echt nog even door. En je wilt dus geen taaie garnalen, dat is zonde. Wentel ze wel nog even om in die olie, waar nu natuurlijk lekker een beetje wat smaak aan zit. Hoe is het bij de paella? Zal ik hem eens even proeven? Lekker. Het is lekker fris. Het is gekruid. Hij is ook echt bijna gaar. Dus ik zet het vuur nog even ietsjes hoger, dat die korst aan de onderkant ook echt kan ontstaan. Maar waar ik vooral heel blij van word, zijn de kleurtjes. Dat vind ik gewoon echt heel gezellig. En ik ga het ook gewoon niet opscheppen op een bord zo meteen. Ik laat het lekker in die pan zitten. Het ziet er zo mooi uit. En stel nou dat jij dat thuis ook gaat doen. We hebben net natuurlijk gezien hoe Jolien zo heel leuk die tafel opdekte. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe jij je tafel opdekt met dan wel deze pan paella erbij. Hè? Post hem even op social media met de hashtag wat eten. Ben ik wel heel benieuwd naar. Ik ben naar de pan aan het luisteren. Nou, we kennen het allemaal wel. Als je rijst opbakt of pasta van de dag ervoor. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind altijd die een beetje bijna verbrande stukjes het lekkerst. Dat is denk ik precies wat die socarrat moet zijn. Precies net dat randje, die hele fijne, subtiele scheidslijn tussen opgebakken en verbrand. Dat is socarrat. Ik laat hem even doorpruttelen. Ik leg vast de garnalen erbij. Kijk dan, hier word je toch blij van. Het ziet er prachtig uit. En eerlijk is eerlijk, de herfst begint bijna. Nog even een klein zonnetje in de keuken. Doet ons weer even denken aan hoe het ook alweer was afgelopen zomer. Met liefde. Leg ik ze erop hoor, die garnaaltjes. Ik gooi ze er niet gewoon in. Die olie, daar zit heel veel smaak aan. Die gaan we niet weggooien. Die gaat er zo overheen. Met nog een klein scheutje olijfolie. Ik zei het, we gingen de boel verzuipen vandaag. Het is immers vrijdag, dan verzuip je de boel vaak. Het vuur kan uit. Dan heb ik hier natuurlijk nog die citroenparten. Die steek je er gewoon lekker zo in. En tip van mij, je kunt ook dus nog lekkere gegrilde kippenpootjes er nu tussen stoppen. En wat je dan doet, is net zoals ik, gewoon een plank op tafel. Lepel weg. En daar gaat dan, oh, die zware pan. Maar lekker dat die is, jongen. Maak een fotootje zoals ik al zei. Met je gezin, met z'n allen. En voor nu, heel prettig weekend. Eet smakelijk.